Goedemorgen. Super sexy. Wat moet gebeuren dan, Poetsen? Ik kan vertellen waar we hier zijn. En waar ben je eigenlijk? In Antwerpen. Spontaan, zomaar. En dan reageert weer naar die ouders van Siep. Die wonen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat ligt hier. En dat is super ver rijden vanaf Amsterdam. 2:03. En toen belden we naar zijn ouders. En van, hey, we zitten in de auto, we komen eraan. Maar die namen dus helemaal niet op. Dus dat, ja, we kunnen wel doorrijden. Dan staan we straks in West-Zeeuws-Vlaanderen. Voor een dichte deur. Of we gaan gewoon in Antwerpen stoppen, want dan rij je toch langs. En dan pakken we gewoon een hotelletje. Hebben we ook nog een hele ochtend in Antwerpen. Dus we zijn gewoon nu in Antwerpen. In een hotel. En we gaan nu zo naar buiten om heel lekker te ontbijten. Want ik heb heel erg veel trek. Ready to go voor breakfast. Onze hotelkamer. Echt super simpel eigenlijk. Ja, joh, dat is het niet, hè? Een beetje lelijk. Nee. Siep, zoek mee. En dit is ons uitzicht. Nou, daar doe je het voor, hè? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat ontbijten ze altijd in België? Wafels. 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 Ik ga wafels eten als ontbijt. Wat hebben ze nog meer hier? Friet. Nee, wat is lekker hier. Ja, maar friet kan je niet eten als ontbijt. Dik mooie bruin brood. Oh, hier hebben ze nu lekkere ham en zo. Ja. Oh, lekker! Ontbijten met Sas en Siep. Maar dan in Antwerpen, dus Belgische stijl. Ander eten, lekker. Zin in. Op zoek naar iets te eten. En dan uiteraard weer. Siep is mee, hè? Dus ik moet wel op een longboard. Maar ik ben er wel veel beter in geworden. Ik kan nu echt super soepel hard. Niet normaal. Er is één tentje in Antwerpen, die hebben we al vaak gegeten. Dat is een rooftop restaurant. Maar dat is heel stom, want dat was een tijdje lang dicht. En toen zat het dus hier beneden. En toen kon je dus niet meer... daar, zo. En toen kon je dus niet meer boven het dak en dan kon je daar dus niet meer echt ontbijten. Maar kijk nou. Dit is dus nu dicht beneden. En wat staat er? We're open. You can find us. On a rooftop. Yay! Dus het is gewoon weer open. Dus we kunnen gewoon weer... naar boven en dan gewoon op het dak gaan eten. Dat is echt heel tof. De grote vraag is, staat er wafels? Nee, je bent al bij de afternoon. Terug naar de morning. Afternoontje, wafel is een afternoontje. Nee, toch? Zie je dat niet als ontbijt hier? Nee, oeps, niet echt. Weet je dan weer iets wat ontbijt is, wat eigenlijk nog geen ontbijt is? Geen wafel, maar wel iets anders lekker. Dan krijg je vanmiddag wel een wafel, toch? Zeker. Jee! Alsjeblieft. Een cortado, een mini cappuccino. Smoothie. De frozen acai. Dit is jouw smoothie. Nee, dit is mijn smoothie. Dit is acai. Nee. Jij had een berry smoothie. Oh ja, ik kan met sojamelk. Maar dit is echt een fantastisch leuk ontbijt, lunch, borrelplekje in Antwerpen. Het zit zeg maar op een van de zijstraten van die grote winkelstraat. En dan kom je hier gewoon en dan is er dus in de hele zomer een mega dakterras. Ons ontbijt is er en het ziet er echt episch uit. Dit ken ik echt alleen van foto's van mensen die op Bali zijn en die dan dit posten. Dan ben ik al super jaloers en nu heb ik het zelf. En dit is het. Vet lekker, denk ik althans. Ik heb er nooit op, maar het ziet er zo lekker uit dat ik het nu al lekker vind. En Siep, jij? Ik weet het niet zo goed wat ik heb. Ik heb kikkererwten volgens mij en ik heb avocado en ik denk dat het ei is dat eronder zit. Daar gaan we. Oké. Het is bevroren voor mij. Oh. Oh shit, yes. Een sorbetijsje. Dit is echt gewoon een sorbet als ontbijt. Maar het schijnt mega gezond te zijn. Wow. En. Een stuk avocado in mijn hoofd. Welkom bij de Swedish Chef. Maar het is super lekker.
helemaal op. 100% op. Op. Super op. Super op. Maar wel super lekker. Ontbijt vermist. Nee, maar... Ik heb het hier. Oh, jij. Oh, houd de dief. Ontbijt dief. Houd de dief. Ik kan niet echt laten om dan stiekem niet even te shoppen in Amsterdam, omdat het zo goed shopbaar is, omdat ze zoveel winkels hebben. Check dit! Unicorn sokken en dino sokken. I'm a happy girl. Paradise. Shopping Paradise is Antwerpen. Ik zie zoveel leuke dingen. Help. Outfit. Mijn rug. Hebben. Super vet. Op zich wel oké, maar een beetje mama, dus die gaat niet mee. Laatste. Op zich wel leuk, maar een beetje goedkoop denk ik. Goedkoop stofje. Flubberig. Dus die gaat niet mee, dus dan gaat alleen deze mee. Super chill. En we zoeken natuurlijk een unicorn. Genie. Sip, wat drink jij? Genie in a bottle. Nee, niet in a bottle. Genie in a bottle. Ah, nee, in a can. In a can. Genie in a Mexican. Ja, genie. Genie lemon. Ja, drie keer raden. Wat staat er heel vaak voor lemon? De zure lemon. Ja, dankjewel. Voor lemon staat... Bitter! Bitter lemon! Bitter lemon! Bitter lemon! Ja, het staat achterop. Echt hetzelfde? Lekker! Nou, cheers! Wat heb jij thee. Nou? Ja, rozenbottelthee. Ik ben dus net echt met mijn skateboard heb ik echt de meest lompe actie gedaan. Want ik wilde hem oppakken. En toen schopte ik met mijn... Scheen mee, kijk tegen mijn eigen skateboard aan. Dus ik weet niet waarom ik dat deed, maar deed echt super veel pijn. Jammer dat ik je niet gezien heb. Ja, maar ik ben zeg maar hier wordt het al een beetje bruinig. Daar ben ik dus echt gewoon keihard. Dus ik ben niet eens gevallen. Ik ben gewoon echt over mijn eigen boord heen gelopen, een soort van. Super dom. En daarom mag ik gewoon zelf roze thee drinken. Het is nog steeds pijn. Ja, dat is echt pijn. Weet je, kusje. Ik weet niet of je het daar achter mij kan zien. Maar er zijn overal in de stad echt militairen gewoon in Antwerpen. Dat vind ik best wel een scary idee eigenlijk. Niet alleen maar politie, maar ook echt militairen. Hier een dikke truck. Ik vind het echt een super raar idee. Gewoon vanwege die aanslagen natuurlijk. Maar daardoor heb je wel echt het idee alsof de stad een beetje onder spanning staat ofzo. Dat er elk moment iets kan gebeuren waarvan je denkt, oh ja, dat is niet helemaal zuivere koffie. Maar ik denk dat we echt al... echt al 10 echt zwaar bewapende militairen hebben gezien. En dan ook nog eens alle politie echt met mitrailleurs en geweren en zo. Dat ben je een gek idee. Maar ja, dat hoort er misschien maar een beetje bij tegenwoordig. Ik weet het niet zo goed. Zit je dan? Zit je dan? In je ouderlijk huis. Ja, kijk maar. Daar zit ik. Waar? Daar, hè? Dat is de badkamer. Slaapkamer van Siep, woonkamer, moeder van Siep, vader van Siep, koffie, ja lekker. En daar word ik straks geopereerd. Slachthuis. Slachthuis van de moeder van Siep. Ja, wat ze doet vertellen we straks, maar ze is niet zo heel zachthandig met de patiënten. En ik word een van de patiënten, dus ik kijk er een klein beetje tegen. Ja, als er nog een vlog hieraan komt, dan is het goed gegaan. En als het niet goed is gegaan, dan moeten jullie bij die vrouw zijn. Ja, ik geef nu adres. Mevrouw Weerstad is aan de buurt. Waar is ze? Dichter dan je denkt. Ze is dichterbij dan je denkt. Oh, mevrouw Weerstad, u bent aan de beurt. Ik echt? Heb je nog laatste woorden? Ik vond het leven hier op aarde heel leuk. Bedankt allemaal. Vrienden, familie. Oké. Moet ik hier naar binnen? Ja, hier moet u naar binnen. Moet ik weer met bang buis?
Zo, het schortje gaat aan. Dit is wel spannend, hè? Ja. Stiekem wel. De stoel stijgt op. Kunt u even snel zeggen wat u al geconstateerd heeft en wat u... Nee, nog niet. Ik ben even voorbereidingen aan het treffen. Voorbereidingen, oké. Handschoenen zijn om de handen gegaan, dus puur voor hygiënische maatregelen. We hebben even gekeken hoeveel tenen de mevrouw heeft. Hoeveel heeft u er zelf, denkt u? Vijf per teen. Hopelijk dat we bij 5 weer terugkomen. Maar wat gaat er gebeuren? Dat is het belangrijkste. Oh, ja. Dit was hem. Moet je nog schitten. Deze is wel een klein beetje roest. Nee, oké, kom maar goed. Wat gaat er nou gebeuren? Je mag hem zelf eerst even vasthouden, want we hebben hier niet zo heel veel plek. Dus pas op, want... Oh. Ik denk dat ik het wel ga overleven. Creatief met tenen. Nou, we zien zo meteen het eindresultaat wel. Ik leef nog. Mijn schoonmoeder is pedicure, voor je het niet doorhad. Dus ze heeft me hier geslacht of afgemaakt. Ze heeft alleen nog geholpen, dus dat is super chill. En ze heeft deze niet eens gebruikt. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dag ouders. Wij gaan nu naar het strand toe. Nou, die vonden wel leuk dat we er waren, hè? Die vonden dat heel leuk dat we er waren. We zijn helemaal volgestopt. Ja. En we gaan nu een beetje snel eigenlijk, soort van... Nog even. Zullen we gaan? Ja, we gaan. En dan super snel zijn we weggegaan, eigenlijk echt binnen 5 minuten. Spullen gepakt. Maar dat komt omdat ik vanmiddag moet werken en Siep eigenlijk ook. En we willen eigenlijk toch heel stiekem nog heel even naar het strand. Alweer, hè? We hebben net een hele vakantievlogreeks gehad. En dan zijn we eigenlijk gewoon weer op onze normale vlogs. En dan gaan we gewoon weer naar het strand. Ja, maar er gaat niks meer over de Zeeuwse kust. Je kent ze wel, de grijze wateren van Zeeland. Van knokken. En Siep gaat meedoen aan een spelletje. Een trampoline. Ja! Oké, voor tickets voor Tomorrowland. Dan moesten we springen en dan een ballon kapot prikken. Want dat ging iets rapper dan gedekt. Oh, en nu weer helemaal nat. Ja, hier. Helemaal nat. Ja, nou maar hopen dat je prijs hebt. Er zat dan in die ballonnen zitten prijzen. En daar zitten misschien dan 2 tickets in voor Tomorrowland. Nee. Oh. Niks. Maar nu kan jij nog even naar binnen, hè? Wat heb jij nou weer gehaald? Een pannenkoek? Ja. Maar ze zijn een beetje veel geworden. Ik dacht dat ik er 2 had besteld. Maar het zijn dus 2 keer 2. 4 pannenkoeken. Ja. Ik zei 2 pannenkoeken. Ik bedoel niet 2 keer het setje, maar nu heb ik dus, ik vond het al zo duur. En we gaan nog niet naar huis, nee. Nog lang en niet, nog lang en niet. Smakelijk, hè? Alsjeblieft. Dit is Siep? Wat? Die luiken er niks van. Maar deze zomer gaan wij naar Bali. Gaan we zelf leren surfen. Je volgende vlogcamera tot 6. Bordje mee. We hebben lekker pannenkoeken gegeten. Alweer. Dit lijkt nu dat we alleen maar wafels en pannenkoeken naar binnen stouwen. Terwijl ik normaal zo'n healthy fit girl ben. Hè? Nee, behalve hier, hè? Vakantie. Op vakantie hoef je helemaal niks. Op naar huis. Oh, ik wil echt vakantie. Hier gaan we zo een dagje maken, toch? Kijk, het is echt strand en boom.